Welkom. Wat? Een wereld vol verhalen, zei je? Een wereld vol verhalen. Gisteren en vandaag ook nog. Dus leuke mails, leuke reacties. Dus ja, dat is ook waar, ja, waar het om gaat. Hè? Dat je met elkaar iets tot stand brengt en daar weer mee verder gaat. En mensen aanzetten tot nadenken over wat ze daar nu mee gaan doen in hun eigen bibliotheek. Ja. Dus niet gelijk concrete handreiking van nou, ga deze formule toepassen. Maar denk na over de kracht van verhalen, wat daarmee te doen is en ga daarmee aan de slag. Nee, op je eigen manier, met je eigen mensen, met je eigen kracht, begin gewoon. En de durf hebben om het te doen. Ik hoop dat we dat ook een beetje hebben kunnen uitdragen. Ja. Want wij hebben ook niet de wijsheid, niemand heeft de wijsheid, maar we moeten gewoon dingen doen. Ja. Ja. En breng het maar tot stand. En er gebeurt al heel veel in allerlei bibliotheken, al echt dingen. Ik kan maar op één manier beginnen. En dat is met een verhaal. Ik neem jullie dan ook graag mee in de wereld van Thomas en zijn verhaalmachine. En op een dag vindt hij een machine. De machine heeft geen aan- of uitknop en hij doet geen op zoom. Thomas is verbaasd. Hoe moet dit? Dan zorgt hij er ook voor dat de machine gaat werken. Misschien is het dan toch een verhaalmachine. Het duurde niet lang voordat het helemaal misging. Thomas heeft de verhaalmachine zoveel gebruikt dat hij het niet meer goed doet. Maar dan vindt Thomas iets anders. En hij bedenkt iets heel belangrijks. Het is niet de machine die de verhalen maakt. Hij was het zelf. En hij is er hartstikke goed. De parallel van het verhaal van Thomas en zijn verhalenmachine. Het zijn niet de boeken in de kast die onze bibliotheek vormen. Het zijn de verhalen die in die boeken staan. De verhalen die onze films dragen. En de verhalen die mooie liedjes vaak vertolken. Maar evengoed de verhalen die onze medewerkers en onze lezers met zich meedragen. Die met elkaar verbinden. De verhalen in onze brede collecties, fysiek en digitaal, met de mensen in ons werkgebied, dat is in mijn ogen de opdracht van de bibliotheek in de 21ste eeuw. Om mensen te laten groeien op allerlei gebieden. Een taal beter te leren beheersen, begrijpend te leren lezen en veel meer dan dat. Als bibliotheek mensen te voeden met verhalen. Vorige week las ik in het NRC een artikeltje, misschien hebben jullie het ook gelezen. Ik wil daar graag even iets van voorlezen. Het heet Dankzij vuur werd de mens verteller. Tijdloze sfeer bij het kampvuur was evolutionair belangrijk, denkt Wiesner. Door het vuur werd de mens een verhaal verteller, zo is haar stelling. Onlangs hadden we een kennismakingsgesprek met een nieuwe wethouder in ons werkgebied. En ik vertelde hem het verhaal van onze bibliotheek. Het verhaal dat gaat over klik en tik, over wijsheid in crisistijd, over lezers van Stavast, over de verhalencoach, over kantelcolleges, over cursussen. Ik vertelde hem dat wij door de vele samenwerkingsverbanden kinderen plezier in lezen bijbrengen. Dat we laaggeletterden helpen om beter te leren lezen. Dat wij faciliteren in een leven lang leren. Dat wij niet alleen antwoorden geven, maar juist ook mensen bewust maken, waardoor ze vragen gaan stellen. De wethouder had een verhaal verwacht over teruglopende uitleescijfers, bezuinigingen, e-books, geldtekort, ontlezing. En was aangenaam verrast. Natuurlijk, dat andere is er ook. Maar dat gaat niet over de echte waarde van de bibliotheek. Die waarde zit in onze grondstof, in onze collectie. Prachtig, hè? De belangstelling voor verhalen is enorm groot. Ik vind het ook heel mooi om vandaag ook juist ook de rol en de taak van de bibliotheek daarbij te betrekken. Want dat is natuurlijk, ja, ik vind het ook mooi dat beeld, hè? Het nieuwe kampvuur. Ik zal aan het einde van mijn verhaal even op terugkomen. De plaats kan zijn van de bibliotheek in de ontwikkeling van het verhaal. Merkte, en dat is ook een manier waarop ik altijd werk, de verhalen worden gevormd. Je begint met de vraag en met de verwondering van hoe zit dat. En dan ontstaat het verhaal. En dat krijgt ook hele andere accenten dan je eigenlijk in het begin in je hoofd had. Want je weet nog niet wat er komt. Dat is het avontuur van zelf een verhaal ontwikkelen. En in dat boek werd dat verhaal eigenlijk steeds groter. Waardoor mensen zeiden dat wordt een soort bult in het verhaal. En dat is dan weer toch de key voor een volgend boek, wat ik in het voorjaar heb afgerond. Voor mijn afscheid als hoogleraar sociale wetenschappen, nou ook.
En het is heel belangrijk in tijden van transformaties, ook bij fusies, bij reorganisaties, ook het teruggaan tot de oorsprong. Ik denk dat voor de bibliotheek op alle organisaties belangrijk de oorsprong, de missie die je had. De tijden veranderen, maar wat was de missie? Belangrijk die history line, de doeleinden en kernwaarden in strijd te krijgen. Waar doen we het voor? Als we de koers verleggen, houden we dan vast waar het ons om te doen was. En dat geeft een ander fundament voor gezag. Het geeft houvast met betrokkenheid. En dat past natuurlijk ook heel mooi in een democratische samenleving. Maar verhalen kunnen natuurlijk ook erg ten kwade werken. En dat moeten we ook niet vergeten. Ze kunnen ook demoniseren en ook vergiftigen, de wij- en zijbeelden. De vijand die vernietigd mag nu moet worden. Nazi-Duitsland, dat is daarmee niet voorbij. De Hutu's en de Tutsi's, de fundamentalistische staten, daar maak ik het ook in mee. Het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Het zijn hele gevaarlijke mythen als etnisch nationalisme of raszuiverheid of etnische superioriteit. Nou, dat is één duiding van ten kwade. Maar ze kunnen ook op een andere manier kunnen... Wanneer grote verhalen ook verbonden zijn met een machtssysteem en een machtregime, dan wordt het gevaarlijk. En wanneer in dat grote verhaal ook de ene soort meer macht of superieur wordt gekend. Ik denk dat het veiliger is om de verhalen wat kleiner te houden en ook wat in de toekomst. Politieke regime van checks en balances, dat je ook verhalen confronteert met elkaar, maar ik denk dat elk totaal of totalitair ook dat finest is. Maar verhalen natuurlijk ook weer niet altijd klein worden. Toch tot de bibliotheek als plek voor verhaalvorming. En daar begon ook Marina mee, hè, op die eigen verhalen. Het is natuurlijk om te lezen, om andere werelden te scheppen, om de werkelijkheid te openen, andere waarheden te ervaren, van enorm belang. Het is ook belangrijk voor de verhaalvorming van mensen die lezen en luisteren en behoefte hebben aan een verhaal, een eigen verhaal. En ook een gemeenschappelijk verhaal, dus van hun buurt of van hun bedrijf, de verandering in hun leven en ook over de toekomst en hoe daarin een plaats en een stem te krijgen. En zo past het ook in, vind ik, in de emancipatie, in een manier om democratie vorm te geven en zich niet overgeleverd te voelen aan krachten van buiten. Ik denk dat ik gewoon maar ophou. Het is natuurlijk geen manier om iets te eindigen. Maar ik sluit dus wel heel erg aan met wat Marina zei. Community vorm. Oh ja, want dat vind ik even snel. Dat vind ik ook maar. Verhaal als grondstof, als brandstof, als vertrekpunt. Ook om een verhaal te vormen wat mensen perspectief biedt en wat mensen ook verbinden, waarmee ze een plaats voelen. En eigenlijk lijkt mijn bibliotheek daarvoor een uitgelezen plek om dat te doen. Uitgelezen is uitgelezen. Hij gaat iets vertellen dus over de praktische toepassing, zeg maar, het verhaal lokaal wat DocLab heeft ontwikkeld. Dus ik geef graag het woord aan hem. Zo direct in de foyer hebben we een grote tafel staan en dan kan je heel goed zien wat het inhoudt. Maar het is als voordeel dat je de verhalen die online of digitaal hebt, niet meer in je eentje individueel beleeft, maar met z'n allen, samen eromheen. Zo hebben we in het verleden een toepassing gemaakt rondom beeldmateriaal. Waarin bezoekers in de bibliotheek hun bibliotheekpas kunnen scannen. Ze krijgen foto's uit hun eigen straat naar voren. Omdat ja, als bibliotheek weet je natuurlijk waar iemand woont. En je ziet meteen dat dat verhalen op met mensen die herkennen een foto uit hun eigen straat. Hey, dat is de bus van mijn opa. En die zeggen wauw. En die gaan met elkaar in de conversatie. Gaan met anderhalf uur op een scherm leuk met hun handen bezig. Die attentiespan is maar 10, 15 minuten en dan. Ja, dan gaan ze weer met wat anders verder. En dat betekent niet dat ze daar nooit meer terugkomen, want juist door vernieuwing in te geven, kunnen ze daar wel weer mee verder gaan. Wat we ook merken is dat mensen niet verhalen niet op een traditioneel lineaire verloop volgen. Dus het is niet een inleiding, een stuk en een eind. Maar het is hapsnap, we pakken onderdeeltjes overal vandaan. Ja, rondom die uitgangspunten hebben we een applicatie.
applicatie ontwikkeld voor bibliotheken, waarmee ze verhalen kunnen maken. En rond 1 uur zijn we weer hier terug.